Hey mensen, beroemd te worden, dat wil toch iedereen? Ik niet hoor, maar verder iedereen. Maar hoe doe je dat nou zo snel en zo gemakkelijk mogelijk? Dit zijn 10 manieren om beroemd te worden. Kinderen van bekende ouders worden vaak ook meteen beroemd geboren. Heb dus bekende ouders. Heb je die niet? Bedenk dan een plan om bekende ouders te krijgen. Dus u wilt uw naam laten veranderen? Ja, ik wil het graag veranderen in De Mol. De Mol, ja? De Mol, gaan we eens even kijken. De Mol is, even kijken, 2700 euro. En, oh ja, er zit natuurlijk wel een spatie in achternaam. Dat is 1500 euro. Dat zou dan neerkomen op 4200 euro. Poeh, dat is wel duur. Maar ja, het is niet anders. Laten we het maar doen. Ja, gaan we doen? Ja. Oké, dan maken we dat in orde. Hey Linda. Wat kom jij hier doen? Ik ben je verloren zoon, Dylan de Mol. Hier, kijk maar, ik heb mijn paspoort mee. Dacht je nou echt dat ik de Mol heette? Ja, het staat hier inderdaad, maar... Nee jongen, dat is mijn artiestennaam. Oh, wat dom. Nee, ik heet in het echt eigenlijk Hages. Huh? Hages, wel met AE trouwens, maar... Om bekend te zijn, moet je natuurlijk erg knap zijn. Maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn daar tegenwoordig goede middeltjes voor. Wow. Hoe zie ik eruit? Zo! Wow! Het is wel echt veel beter dit. Wauw! Zorg ervoor dat je vaak op televisie komt. En als dat niet op de voorgrond kan, doe het dan op de achtergrond. Dan ben je zo bekend. Bent u daartoe hier, in de hoofdstad? Ja, wat ach. Ja, wat, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal! Dat heeft hij niet... Zo, jongen. Wat je ook kunt doen, is een bekende vriend of vriendin nemen. Maak iemand die bekend is, helemaal verliefd op je. Ik lees hier dat hij vanavond naar de kroeg gaat. En hij houdt van rode lippenstift en opgestoken haar. Dit kan niet meer misgaan. Sorry. Ik heb dat echt heel per ongeluk geknoeid op je. Maar wel een leuke blouse trouwens. Scotch? Ja. Hoe wist je dat? Ik heb je gestalkt. Nee. Grapje. Grapje, sorry. Heel dom. Wil je een relatie? Ja, is goed. Je kunt je natuurlijk ook gewoon aanmelden voor een reality-programma. Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan Temptation Island, Utopia, Adam zoekt Eva. Kijk alleen wel uit voor welk programma je je precies aanmeldt. Laat die lekkere wijven maar komen! Wijven? Hoezo wijven? We zitten toch in het programma Adam zoekt Eva? Hey, is Adam zoekt Evert. Wat? Wil je echt snel bekend worden? Laat dan iets uitlekken. Iets heel belangrijks. Zoals Wikileaks, of gekke foto's, of Ja, dit gaat helemaal goed komen. Oh, dit gaat uitlekken. Oh. Dit is uitgelekt. Ben ik al beroemd? Wat ook een handige manier is om beroemd te worden, doe gewoon iets heel doms. Sommige mensen hebben dit al eerder gedaan, bijvoorbeeld op een trein zitten. Goed, dat was Willem zijn verhaal over zijn domme actie. Je kan er ook niet zo heel veel aan doen, als je er zo uitziet. Maar we gaan nu over naar Dylan. En hij gaat ook iets heel erg doms doen, heeft hij aangegeven. Het is de primeur, dus ik weet het ook nog niet. Dylan, wat ga je doen? Ja, ik... Het is heel dom. Ik ga een programma op televisie maken. Wat is daar dom aan? Televisie. Ik ga op televisie een programma maken.
Ja. Serieus, wie heeft deze gast uitgenodigd? Alles is te koop. Dus ook beroemd zijn. Word dus gewoon superrijk. Ik heb het. Ik heb het. Als ze nou een winkel gaan overvallen en de hele kassa leeghalen, dan zijn we zo beroemd, want dan zijn we rijk. Ja, maar ik vind het wel een goed idee, maar wat als ze nou gepakt worden? Ach, we worden niet gepakt, man. Let maar op. Komt wel goed. Kom mee. Ja, ja, goed idee. Oh. Ja, wij zijn overvallers. Iedereen handen omhoog. Iedereen. Gast. Ja, handen omhoog. Helden worden heel vaak beroemd. Dus zorg dat je een held bent. Dit is de politie. We hebben het pand ontsingeld. Ik heb hem. Hey, ik heb hem. Hey. Jongens, ik heb hem. Geen probleem. Wat ben je aan het doen, man? Ik ben een undercoveragent. Kijk maar. Ik ben undercover. Ja, wat doe je, man? Geen probleem. Oh, gelukkig. Wat een held. Wat een held. Ja. Wat ben je aan het doen, man? Hey, gefeliciteerd. Wat? Je hebt ons gered. Ja, neem hem maar mee naar het bureau. Oké, ja. kom jij maar eens in. Ik ga naar de politie. Man. Wat ben je aan het doen, man? Wat doe je, man? Nee. Wat heb je gedaan? Nee. En weet je echt niet meer wat je moet doen? Ben je totaal verloren? Schrijf dan gewoon een boek. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Hoe heeft Dylan mij kunnen verraden? Ik vertrouw die gast met heel mijn hart. Hoe kan ik nou ooit beroemd worden hier vanuit die cel? Ik weet al iets. Ik ga gewoon een boek schrijven. Nou, leuk dat jullie allemaal zo massaal aanwezig zijn bij mijn boekpresentatie van hoe Dylan mij genaaid heeft en daarom ben ik in de bak beland. Het boek heb ik hier. Dank u. Ik ga u nu een stukje voordragen uit het boek. Het was zaterdag 4 april. Gefeliciteerd! Na deze video ben je dus misschien wel beroemd. En wil jij nou deze super epische animatietas winnen? Hij is splintertje nieuw! Laat dan in de reactie weten hoe jij beroemd wil worden en like deze video! Oké, deze wordt nu misschien best wel saai, want iedereen hier op kantoor is op vakantie. Maar ja, de winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Yay! Klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En bedankt voor het kijken! Later! Fijne vakantie!